Hallo, dit is Raphaël en bedankt voor het kijken. Er zijn een groot aantal alien ontvoeringsverhalen waarover we kunnen praten, maar ik dacht er eerst in het algemeen over te praten. Is dit allemaal echt? Persoonlijk denk ik niet dat ze allemaal echt zijn. Ik geloof dat we de verschillende zaken echt afzonderlijk moeten bestuderen. Voordat we de mogelijke verklaringen onderzoeken, moeten we de kenmerken van een typische alien ontvoering kennen. Interessant. Aan veel van de ontvoeringsverhalen is de hoeveelheid soortgelijke, zeer gedetailleerde informatie. De gedetailleerde beschrijvingen omvatten de passages van en naar de UFO, fysieke procedures en tests, chirurgische instrumenten en beschrijvingen van de aliens zelf. Veel van de verschillende ontvoerders hebben elkaar nooit ontmoet en beweren nooit te hebben gehoord van deze verhalen in de media. Waar komen ze in godsnaam vandaan? Van een andere planeet? Ze zijn van alle lagen van het sociale leven, leeftijdsgroepen en etnische achtergronden en omvatten studenten, huisvrouwen en huismannen, secretaresses en secretarissen, schrijvers, zakenmensen, muzikanten, psychologen enzovoort enzovoort. Veel van hen zoeken therapie niet omdat ze een ontvoeringservaring hadden, maar voor een groot aantal klachten zoals terugkerende nachtmerries, algemene angst, paniekaanvallen, intense gevoelens van hulpeloosheid of kwetsbaarheid en vreemde herinneringen die ze hun eigen geestelijke gezondheid in vraag doen stellen. Een andere algemene klacht is ontbrekende tijd, een periode die ze zich niet kunnen herinneren. Ik heb dat ook eens gehad, maar het was van de drank. De gemakkelijkste theorie, Ockham's Razor, hè? Is het geloven dat het allemaal waar is. Er zijn aliens onder ons en ze ontvoeren ons en doen genetische experimenten, maken hybriden en infiltreren de mensheid of hebben andere medische doeleinden. Fabricatie. Oh ja, het zijn gewoon hoaxes en leugens. Omdat ze hun saaie levens willen verrijken en omdat ze graag aandacht, publiciteit en misschien zelfs financieel gewin willen. Een mogelijke verklaring in sommige gevallen misschien, maar veel ontvoerden, zo niet de meesten, lijken een beetje onwillig te zijn, zelfs bang om hun verhalen te vertellen, omdat ze uitgelachen kunnen worden. Ja, ik vraag me af waarom. Er zijn verschillende theorieën uit de psychologie die proberen om een wetenschappelijke verklaring voor buitenaardse ontvoeringsverschijnselen te geven. Sommige van de ervaringen laten symptomen zien die in verband kunnen gebracht worden met posttraumatische stress, waardoor sommige mensen geloven dat het een vorm van trauma uit kindertijd kan zijn, met name seksueel misbruik. Pogingen om de zogenoemde schermherinneringen weg te nemen om een geschiedenis van misbruik te onthullen, hebben slechte resultaten. En in veel gevallen voelen de slachtoffers geen verbintenis tussen de ontvoeringservaring en het misbruik. Een opkomende neuropsychologische verklaring is slaapverlamming of sleep paralysis. Wanneer een persoon wakker wordt tijdens de slaapperiode aangeduid als hypnagogisch of hypnopompisch, kan een persoon een tijdje verlamd zijn of zich verlamd voelen. Tijdens deze toestand kunnen ze levendige dromen ervaren en die worden dan ervaren als zeer reëel, als bijna realiteit. Sommige culturen bouwen uitgebreide mythen rond slaapverlamming en sommige geloven zelfs dat de succubus en de incubus, middeleeuwse demonen die 's nachts op bezoek kwamen, door deze theorie kunnen worden verklaard. Dr. Michael Persinger, neurowetenschapper aan de Laurentian Universiteit in Sudbury, Ontario in Canada, heeft lang beweerd dat mystieke ervaringen zoals uittredingsverschijnselen, buitenaardse ontvoeringen en zelfs UFO's of ongeïdentificeerd vliegende objecten waarnemingen worden geassocieerd met buitensporig afvoeren van de temporale lob. Epilepsiepatiënten rapporteren ook soms déjà vu of hallucinaties voor een aanval, waardoor de overtuiging is dat de mensen met onstabiele temporale lobben meer
psychische ervaringen hebben. Veel, zo niet de meeste slachtoffers, hebben deze ontvoeringsherinneringen onder hypnose. En hoewel onderdrukte herinneringen bestaan, geloven velen dat herinneringen die worden verkregen tijdens hypnose op zijn best twijfelachtig zijn. Patiënten onder hypnose zijn zeer vatbaar voor de verwachtingen van de hypnotiseur, waardoor valse herinneringen ontstaan. John Myers, professor aan de McGeorge School of Law in Sacramento, stelt dat onderdrukte herinneringen bestaan, maar dat de echte van de valse te onderscheiden zeer moeilijk is. Sommige mensen, niet in het minst Carl Sagan, suggereren dat wat er gebeurt een soort massa-psychose, massa-hysterie of massa-hallucinatie is. Deze vormen bestaan wel, maar de slachtoffers moeten elkaar kennen, wat gewoonlijk niet zo is in deze situatie. Een meer bizarre uitleg is het idee dat ze voortkomen uit een collectief onderbewustzijn of cumulatief geheugen, bepaalde archetypische herinneringen die inherent zijn aan alle menselijke culturen. Carl Jung ging zelfs nog een stap verder en zei dat het misschien gematerialiseerde psychosen zouden zijn, fysieke of parafysische voorwerpen die door het collectieve bewustzijn werden gecreëerd. Hoewel er geen bewijs voor een collectief onderbewustzijn bestaat, geloven velen wel dat er verder onderzoek nodig is. Zoals ik al zei in het begin, geloof ik dat we elk geval afzonderlijk moeten bestuderen. En misschien kunnen sommige van deze verklaringen voor deze gevallen gebruikt worden. Maar wat denken jullie? Is er één enkele verklaring voor de buitenaardse ontvoeringen? En zo ja, welke is het dan? Of gelooft u zoals ik doe, dat in elk geval apart moet gaan? Dan wordt de vraag, welke van deze verklaringen vind je waarschijnlijker? Uw gedachten en meningen worden zeer gewaardeerd, dus laat ze achter in het vak hieronder. Wees wel respectvol in de opmerkingen, want er zijn echte mensen met echte gevoelens aan de andere kant. Er is veel meer te vertellen over dit onderwerp dan ik in deze kleine video kan. En als u uw eigen onderzoek wilt doen, zouden de links van mijn bronnen in de beschrijving hieronder een goed begin kunnen zijn. Als ik iets ben vergeten, of als u iets wilt toevoegen, aarzel dan niet om dit te doen. Als je deze video leuk vond, kun je hem liken, delen en je abonneren. En je kan misschien op het kleine klokje klikken om kennisgevingen te ontvangen. Ik heb mijn You Decide kanaal dat u misschien wilt uitchecken. En vanuit mijn hoek van deze buitenaardse wereld. Tot de jouwe, hoop ik je volgende keer terug te zien. Dag! Doei!